Dus hier zijn we dan in de wasafdeling van de gieterij gekomen. Toevallig zijn ze bezig met een stuk van mij. De grote. Hier zie je de siliconenmallen. Daar wordt een laag was ingemaakt. Zo. Je ziet hier toevallig rode kleur. Dus er wordt ingepenseeld. 2-3 lagen. En hop, totdat er overal ongeveer een halve centimeter was op ligt. Dus hier begint hij met de eerste laag. Nogal een precies werk. Een zeer vloeibare was om de eerste afdruk zo getrouw mogelijk te krijgen. Hier hebben we pas gezien hoe ze de drie stukken van die grote mal tezamen gebracht hebben. Nu zijn ze bezig met het stuk verder te prepareren in functie van die drie stukken, eerst afzonderlijke stukken, tezamen te brengen. Dus wat doen ze nu? Ze gaan daar een muurtje rondbouwen en dan die drie stukken tezamen te smelten door de hele boel vol te doen in was, enkele minuten te wachten en dan de was er terug uit te doen, zodoende dat die drie stukken tegen elkaar geplakt zijn. Hier zien we een was die uit de siliconenmal komt. En om het op zijn vorm te houden, wordt er een Hans kader rondgemaakt. Een metalen kader. Dat heeft functie van de was niet te laten vervormen, maar ook in functie van het latere gietproces. Het latere gietproces, dus de onderdompeling in een bad met mologiet. Hier zijn we in de afdeling waar de was die uit de siliconenmal komt opgewerkt wordt. Dus hier zie je door het samenvoegen van de stukken waar de naad komt, ja, zijn er onregelmatigheden. Dus moet volledig de was terug opgewerkt worden. Meestal zijn het de artiesten zelf die opwerken, maar hier is nu een artigiano die opwerkt. Hier zijn we dus aangekomen op de afdeling waar de wassen modellen die afgewerkt zijn geprepareerd worden, voorzien dus van kanalen, gietkanalen, luchtkanalen, alles in functie van het gieten.